Ik ben Hans Deemoet. Ik ben Geert Roy en samen zijn wij The People of Labyrinth. Een kledingmerk wat in 1984 is opgericht. Naast dat wij kleding ontwerpen, ontwerpen we ook interieurs. Adviseren we naar de industrie. Geeft Hans nog steeds of weer les aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. People staat voor autonomie, vrijheid. En soms raakt het aan de trend en soms ook helemaal niet. De manier waarop we samenwerken is eigenlijk wel lastig, maar ook wel heel erg leuk. Maar we zijn allebei tegendraads. Hans heeft andere ideeën dan ik, maar uiteindelijk komen we op een bepaalde manier toch altijd weer uit op iets waardoor het tot een spannend product evolueert of tot een spannend project. Ja. Ik ben Arnold van Gunt. Ik ben de helft van Ravage. Achter Ravage verschuilen zich twee Nederlandse artiesten die 40 jaar geleden naar Frankrijk zijn vertrokken en die nog steeds samen wonen en samen werken. Ravage maakt eigenlijk te veel. We zijn vorm gaan geven aan dingen die ons omringen in huis. Tapijten, stoffen, borden, porselein of keramiek. Wij geven mode forecast, maar we worden niet echt geconsidereerd als een 100% part van die modewereld. Het komende thema van de modebiennale Arnhem, gecureerd door Liedewij Edelkoort, dat fetishism wordt. En wat dat betreft gaan Hans en ik dan ook als een co-curatorschapje, gaan wij ook een ding invullen wat dan gaat over fashion en belief. En wat ook gevoelig ligt, dat merkten we ook al bij het zoeken naar locatie. Nee, maar het kan spannend zijn. Op het moment dat de paus een kruis om heeft, is het een religieus ding. Als Madonna het om heeft, is het een accessoire geworden. Thema fetishism in fashion, daar schrik ik altijd wel even van. Want fetishism heeft een bijgedachte, seks en bijgeloof. Er is in ons werk bijna geen fetishisme aan te horen, maar wel veel fascinering. Deze kamer benadrukt natuurlijk voor mij heel erg mijn fetish, mijn obsessie. Maar het is vooral het fotoboek wat mijn grote liefde heeft, ook wel design en zo. Deze kamer kan ik helemaal verloren gaan en helemaal verdrinken. Helemaal lekker alleen maar in de boeken zitten. Ik ben toch gefascineerd door kleding. Als ik het dan zie in mijn pinpas, laat het toe. Dan wil ik het toch hebben. Ik wilde het eigenlijk niet toegeven dat het een fetish was, maar als je het hier ziet, zou het makkelijk kunnen zijn voor de toeschouwer. Ik geloof niet dat ik zelf een fetish heb. En ik geloof dat mijn partner ook geen fetish heeft. Of ik heb hem nog steeds niet ontdekt. Als ik hier een expositie zou moeten doen, dan zouden we dit eerst eens even een beetje op ons in moeten laten werken. Kijken van wat er eigenlijk belangrijk is, wat de sfeer van zo'n kamer maakt. Is het belangrijk om de dingen verstopt te laten, wat ook heel interessant kan zijn. Ik kan me voorstellen dat je misschien zo'n kast leeg haalt. Dus dat het hele aspect van zo'n porseleinenkast blijft bestaan, maar dat je je eigen spullen erin zet. Waar we erg van houden is een soort clash, dat je toch dingen laat botsen. Ik ben ook heel benieuwd hoe straks dan de expositie eruit gaat zien, wat dan een antwoord moet zijn eigenlijk op fetishisme in deze tijd.